Nou, het ziet er in ieder geval leuk uit. Dankjewel. Ja, ze hebben het mooi gedaan. Maar ik heb toch even een serieuze mededeling. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Een hele goede avond. We zijn bij Theater de Kota in Den Haag. En ik ga zo dadelijk optreden met... met orkest Tavenu. En ze zijn net gaan zitten. Ik ben nog backstage, want ik hoef pas in deel 2 te gaan zingen. Dus ik ga dadelijk even rustig aan doen. Rustig aankleden. Publiek is al naar binnen gegaan. Zoals je ziet, hebben ze lekker voor eten gezorgd. Mijn stem is weer naar de molenhoer. Hou als de pest, dus ik hoop dat ik het ga redden vandaag en dat ik gewoon wat leuks neer kan zetten. Dus ik ga voor nu even mijn stem stil houden. Want ik zag dat hij nu uit was. Ik hoop dat hij nog een beetje van mij heeft opgenomen. Mijn stem is helemaal klaar. Mijn stem is klaar. Maar ik heb wel hele mooie bloemen gehad. En ze zijn nu aan het afsluiten met de Rescue Mars. Hoe was het? Prima toch? Prima toch? Zit erop. Eindelijk. Hoe was het? Ze zit erop, jongens. Ben je aan het filmen? Ja. Oh, wat leuk. Ik vind dat jij het ook heel goed hebt gedaan. Ja. En degene die je hoort snurken, dat is Jesse Silver achter mij. We zijn nog allebei strot verkouden. Maar ik heb een hele goede neusspray. Duo van Otrivin. Het vervelende is alleen dat je zo'n ding maar 1 week mag gebruiken. En ik hoop dat ik dat ga redden. Want in ieder geval, leuke dag vandaag. Want mijn beste vriendin, die ik al vanaf geboorte ken, is vandaag 30 geworden. Ja, dat is ook heel confronterend. Want we zijn ongeveer even oud. Dus over een half jaartje ben ik zelf aan de beurt. Ze zou het niet heel erg groot gaan vieren. Dus we gaan gewoon even gezellig wat eten vandaag. Hi. Hi, liefie. Wat heb ik nou weer in mijn handen? Ben jij lief? Lief? Oh, wip. Wip. Ik knuffelen. Hij kan nog niet met je meelopen naar je kamer, hè? Dat is oh, wat ben je lief? Ah, ga je Jesse knuffelen? Ga je herrie maken, hè? Maar goed dat we hier zijn.
ga zitten, hè? Ja. Dat is leuk, hè? Wat wil jij? Ga maar zoeken. Jij de Rainbow Unicorn Freak Shake. Zo, neem jij die? Unicorn Freak Shake. In onderarmen. Besta je er wat van, Jess? Heb je saus erbij? Komt ie. En papa. Doe maar. Echt naar beneden duik. Echt naar de snoep duik. Kop op. Even klein. Oh, oké. Okay. Hij doet het. 1, 2, 3. Moet jij op turnen? Moet jij op turnen? Oh, je bent moe. Onze acrobater. Nou, acrobaatje. Acrobaatje, leef je nog? Hallo. Ja, boterham komt er direct weer uit, hoor. Hoera! Ciao, ciao! Hallo. Ja, hoi. Nou, ik heb heerlijk gegeten. Bij Daantje. Ja, was het lekker. Bij Daan, moet ik eigenlijk zeggen, in Zoetermeer. Dat is een leuke tent, joh. Ja. Dat is allemaal... ja, het is te fout voor woorden. Het is echt te meisjesachtig. Te... Ja, maar echt alles wat je eigenlijk wil, maar wat te is voor in je huis, weet je wel. Dat kan je dan in zo'n zaak stoppen. Ja, ja. Dat is leuk. Cool. Bij Daan, Zoetermeer. Heerlijk was het. Klinkt leuk. En ik ben spontaan even naar de kapper gegaan, want het was echt zo erg nodig. En dus ik ben gewoon naar de kapper gegaan bij in Loosduinen, voor het eerst. Vond je het niet eng? Team kappers. Ja. Met je vaste kapsel. Een beetje, maar ik dacht, ach, het valt allemaal wel weer te fixen. Het zijn echt wandelende agenda's gewoon. Nou. Alleen maar bezig, maar bezig. Nou, het ziet er in ieder geval leuk uit. Dankjewel. Ja, ze hebben het mooi gedaan. Maar ik heb toch even een serieuze mededeling. Het aftakelen is begonnen. Het aftakelen is begonnen? Dan moet je zeggen tegen mij, ik word over 2 weken word ik 35. Ze hebben een grijze haar gevonden. Oh, maar dat is helemaal niet erg. Dan hoef je straks een stuk minder zilver te verven. Ja, maar ja, het grappige is wel dat ik eigenlijk continu bezig ben om juist lichte highlights erin te doen, heel veel. En dus een beetje zilver, dus ach ja, inderdaad, zo match ik weer, valt het minder op. Ja, zitten we ook schaapjes. Ja, deze is zo lekker zacht. Dat is lekker zacht, hè? Wil jij nog wat leuks vertellen? Nou, hoe vind je het vegetarisch gaan? Nou, het gaat me eigenlijk wel goed. Ja, iets meer dan 2 weken vegetarisch, dames en heren. Ja, en, dat gaat eigenlijk wel goed, moet ik zeggen. Ik bedoel, er zijn ook wel leuke vervangers. Hè? Ik bedoel, Unox is nu ook een vegetarische worst en zo. Dan ja, mis je het toch wel iets minder, hoor. Ja, maar... Morgen gaan we bij je zus eten. Die vroeg heel lief van, heb je nog veganistische gerechten, recepten? Toen zei ik van nou, gewoon vegetarisch mag ook. Dus wel heel lief. Ja. Maar goed, het was inderdaad wel het idee om ook veganistisch te gaan. Hè? Want jij bent wel in één keer omgeslagen zo. Dat je echt wel zegt van nee, we gaan eerst alleen vegetarisch. Want veganistisch gaat het toch een stapje te ver. Volgens mij hebben we dat samen afgesproken. Hoor. Ik weet niet. Dat we het in stappen zouden doen.
Jawel, maar ik bedoel, ik heb gezegd van, we gaan het gewoon proberen, maar we gaan niet spastisch lopen doen als er een keer wel iets in zit. Hè, als we ergens zijn of zo. Maar toen heb jij er wel van gemaakt van, we gaan gewoon eerst alleen vegetarisch. En ik denk dat het daarom wel te doen is. Want okay, veganistisch is wel echt super heftig. We hebben niet helemaal dezelfde beleving hierin, maar... Nou ja, laat ik het zo zeggen dat ik op mijn werk, ben ik veganistisch. Ja. Alleen vandaag niet. Toen had ik een salade en daar zat kaas in. Maar ik denk dat het daardoor wel te doen is. Want als je daadwerkelijk... Dan is er nog best wel veel keus van wat we lekker vinden. Ik bedoel, een eitje of kaas. Nou, dat ook. En ik heb toen op de site gekeken. We hebben met een aantal mensen gesproken ook. Die zeiden van, nou, het is allemaal wel betaalbaar en zo. Maar als je dus naar echt veganistisch gaat en je wil gewoon... Nou, lekker eten. Ja, nou ja, een beetje smaak en zo. Maar groente en zo, tuurlijk. Ja, dat hoeft niet heel veel te kosten. Maar ja, als je een beetje veganistisch kaas wil... Nou ja, ook gewoon die speciale melk, amandelmelk, kooksmelk, havermoutmelk, zijn er allemaal wel producten die echt wel een stuk duurder zijn. Ja. En ja, dat vind ik nog wel even lastig. Ja, maar ook vooral dat je er gewoon over na moet denken van waar overal wel iets van melk in zit, weet je. Dat is zo ongelooflijk veel dat je in eerste instantie echt het gevoel van ik mag gewoon niks meer. Ja, en noten, die zijn ook niet goedkoop. Die zijn wel lekker. Ja. Dus, maar bijvoorbeeld nee. Pindakaas? Ja. Er zit vast ook iets van melkproduct in. Boter. Nee, volgens mij niet. Maar het heet wel pindakaas. Nou is het ook niet echt kaas, maar ik bedoel, dat kan misschien suggereren dat er wel iets van... Nee, pinda, plantaardige olie, raapzaad, soja. Nee, is gewoon... Nou, dat valt dan weer mee. Maar er zijn zoveel dingen waar het wel in zit. Hoe ga je godsnaam, niet dat we dat regelmatig doen, maar hoe ga je godsnaam een taart maken zonder dat je daar gewoon boter voor mag gebruiken of zo, weet je wel, dat soort dingen. Ja, er zullen vast wel recepten voor zijn. Ja. Nou, ik heb nog wel heel veel jeuk. Psoriasis. Nou ja, dat zie je. Jasses. Dat is echt jasses. Jasses. Ja, dit is echt naadje. Het is echt naadje. Het jeukt als een malle gewoon. En dan krijg ik zo'n vieze droge scheurhuid. Ja, je hebt wel een gevoelig huidje. Ja. Ja, en op mijn hoofd jeukt het ook nog heel erg. Maar ik merk, ja, voor de verder rest, ik vind me wel, mijn huid is wel lekker oké. En... ja, ik slaap op zich best goed en zo. Ja. Nou ja, we houden het voorlopig nog even vol. Nu, we waren gisteren waar we ergens en zeiden, ja, wil je dan ook nog eten? Was het met de show? Zei René, zegt, ja, is goed. En toen zei ik, volgens mij ligt daar gewoon een heel lekker stukje vlees op dat bordje. Oh ja. Nou, toen kregen we alleen een bordje met patat en sla. Nou ja, dat is dus ook een ding. Het is niet per se, als je bijvoorbeeld vegetarisch gaat, dat je dan veel gezonder gaat leven. Want ik bedoel, er zijn ook gewoon wel dan dus dingen die je wel mag en niet per se heel gezond zijn. Ik dacht bijvoorbeeld, ik neem gewoon een lekkere pot met witte bonen en tomatensaus voor de lunch. Zeg meneertje hier zo, weet je hoeveel suiker erin zit? Nou ja, ja, je kan hem dan beter zelf maken. Maar dan is hij niet zo smeuïg. Zo lekker. Nee, dan is hij niet zo zoet. Nee. Nou ja, goed, dat soort dingen. Dus nou ja, we blijven ermee bezig. Maar ik denk dat wij lekker gaan slapen nou. Ja, nou, ik wou nog heel eventjes dikke props voor Nikki. Ja, ja, echt wel. Ik had het niet verwacht. Nee, het was jaw-dropping. Ik zat bij. Jaw-dropping. Ja. Nee, maar ook als je dan kijkt naar haar eerste videootje, ze vertelt dat ze dan dat ze toen eigenlijk ook al in die fase zat en dat ze toen nog niet getransformeerd was, zeg maar. En nou, dan vond ik ook eigenlijk al een meisje gezicht hebben. Het enige wat ik wel altijd vond, dat ik dacht van, jeetje, ze is wel grof en lang. Weet je, ze is gewoon wel, maar ja, ik bedoel, er zijn ook gewoon genoeg vrouwen zo geboren, laat ik het zo zeggen, die gewoon grof en groot zijn, dus...
ja, ik heb daar eigenlijk niet niets achter gezocht. En wat ik persoonlijk mooi vind, is dat ze gewoon ook echt een vrouw wil zijn. Ja. Kijk, iedereen mag zijn wie die wil en hoe die zich natuurlijk wil voordoen. Maar ik vind altijd zo jammer dat ze dan zeggen van, ja, ik wil graag een vrouw zijn. En dat ze zich dan vervolgens echt helemaal vol proppen met van alles. Tieten die 10 meter uitsteken. Ja, ja. In een hoerentent gaan staan en gelijk, ja, een beetje... Ordinair. Ja, gewoon helemaal naar het ordinaire gaan. Maar goed, ja, ik bedoel, daar kan je natuurlijk van houden. Ieder zijn ding. Ieder zijn ding. Maar ik vind Loisa Lamers, vind ik echt een... ja, vind ik echt geweldig mooi. Dat vind ik echt een heel mooi voorbeeld van, ja, weet je, die heeft zich gewoon... Ja. Is gewoon echt een mooi naturel, naturelle vrouw geworden. Borsten die bij haar lichaam passen. En ja, dat vind ik dan mooi. Ja, klopt. Maar ieder zijn ding en ik vind het sowieso wel heel goed dat iedereen lekker mag zijn wie die, wie ja, die wil zijn. Ja, nou ja, goed. En ja, jammer dat ze dan naar buiten moet komen op een moment dat het eigenlijk een niet haar keuze is. Ja, precies. Ja. Maar nou ja, in ieder geval, ik zag heel veel positieve reacties en iedereen steunt haar. En, ik denk dat ze er alleen maar beter uitkomt. Want volgens mij heeft ze alleen maar goede reacties gekregen. En misschien, het had natuurlijk niet op deze manier moeten gebeuren. Maar misschien was dit wel de push die ze nodig had. Over pushen gesproken? Maar ja, had ze het überhaupt moeten zeggen? Dat is ook weer een ding. Ik bedoel, ze is niemand de verantwoording schuldig. En het slaat natuurlijk nergens op dat mensen zich voorgelogen voelen over het feit dat zij anders geboren zou zijn. Ja. Wat de hel, wie ben jij? Ja. Ze is toch gewoon wie ze is en wat maakt haar verleden daarin uit? Klopt, helemaal. Dus dat wilden we even gezegd hebben. Alles is een bus. Wij gaan lekker slapen. Voordat we afsluiten om te gaan slapen, wil ik nu alleen eventjes vertellen dat de tante van mijn pa is overleden. Waar we het vorige week over hadden. Dus hoe oud is het geworden? Ik dacht 85, 87, ergens in die regio. En ze was heel erg bijzonder, omdat ze vroeger altijd potten jam maakte. En die gingen wij dan halen of die stuurde ze op. Ik herken haar, herinner me haar om haar jam. Ja, dat weet je wel vroeger. Die Rita uit Rome, die maakte de jam. Ja. Dus ja, wel fijn voor papa dat hij nog daar is voordat hij terugkomt. Ja, maar fijn dat hij erbij heeft kunnen zijn en in ieder geval een afscheid heeft kunnen nemen. Ja, zeker. En wij gaan ook afscheid nemen, maar gelukkig niet op zo'n manier. Wij gaan gewoon lekker slapen. Goed plan! Dus, vond je dit weer een toffe vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje drukken. Belletje. Heel bedankt voor het kijken. En we zien jou heel graag bij de volgende vlog. Ciao.